Het laatste nieuws uit Middelstum. Dit is Middelstum TV. Jan, de laatste thuiswedstrijd van deze competitie. Ja, van de competitie wel, dat klopt. Maar daarna gaan we playdowns spelen. Maar dit is daadwerkelijk de laatste competitiewedstrijd. Dat is op zich nog wel een hele interessante. Want wij staan dan op de achtste plaats. Hilversum staat één plaats boven ons. Die hebben 2 punten meer gehaald. Dus zouden wij hier een 4-2 overwinning kunnen boeken of zelfs nog meer. Dan wordt het nog interessant, want dan zouden we nog een plaatsje kunnen stijgen. En dat is wel van waarde voor de playdowns. Dat leg ik kort even uit. Waarin de nummer 5 gaat spelen van de ranglijst tegen de nummer 8. De nummer 6 gaat tegen de nummer 7 spelen van de ranglijst. De beide winnaars van dat duel die blijven gewoon in de Eredivisie. Dus in die zin is het voor ons best nog een interessante partij, maar ook voor Hilversum. Dus maar toch een beetje over de competitie, Jan, een teleurstellende competitie. Geen enkele wedstrijd gewonnen. Nou ja, als je geen enkele wedstrijd wint, dat is best teleurstellend. Maar wij wisten ook natuurlijk dat we niet met een heel sterk team de competitie in zouden gaan. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de geschiedenis dat onze kopman Tan Aran verstek liet gaan. Dus we konden niet met ons sterkste team in deze competitie starten. En vanuit de stichting hebben wij besloten om met dit team door te gaan. Dus wij wisten in ieder geval wel dat we niet bovenin zouden eindigen. Dus. Was dat een goede keuze? Hè? Tan Aran die moest volgens mij voor wegens familieomstandigheden naar China terug. Was het een goede keuze om toch niet iets er even bij te halen? Nou, dat is wel. Het is in ieder geval een hele sympathieke keuze geweest. Want in overleg met de stichting hebben we gezegd van de jongens die het kampioenschap hebben bewerkstelligd, die daar keihard voor geknokt hebben, die willen we gewoon ook de kans geven om zich in de Eredivisie te handhaven. Dus op die manier hebben we het gewoon gedaan. En onze sponsor Harry Vaastra, die kwam ook met dat initiatief. En dat hebben Anne en ik omarmd. Dus dat is de keuze geweest om ook met dit team door te gaan. Ja. Maar Anne schreef een hele mooie bezieling, hè, van de afgelopen een competitie op zijn Facebook-site, hè, hoe het gegaan is. En dan zie ik, hè, het grootste talent van Nederland moet hier zo'n beetje rondstappen, Colin. Maar toch komt het in wedstrijden niet uit, hè? Nou, jawel hoor, want kijk, het is wel heel makkelijk. Hè? Dus ook of je nou tafeltennis en voetbal met elkaar vergelijkt, maar talentontwikkeling is natuurlijk lastig. En wat je wel bij Colin ziet de laatste weken ook, Roel Bogi wordt gezien als het grootste talent van Nederland. De beste speler die Nederland een jaar heeft voortgebracht. En de laatste wedstrijd tegen landskampioen Enjoy Deploy wint Colin wel gewoon even met 3-1 van Roel Bogi. Dus die ontwikkeling van Colin gaat gewoon hartstikke goed. Maar hoe komt het dan toch, hè, dat het zo vaak niet uitkomt? Dat er toch weer die wedstrijd niet gewonnen wordt, kop weer sneller beneden gaat? Nou, daar ben ik het volledig mee oneens. Want jij zet even in op Colin, even los van team. Maar Colin die speelt gewoon 50% Eredivisie. Dat is voor een speler die uit de eerste divisie komt, is dat een ongelooflijk goede prestatie. Zo'n topprestatie, is helemaal niks mis mee. Dus eindelijk best wel tevreden. Ik ben heel erg tevreden en ik heb er zelfs ook volle overtuiging dat het team zich ook gewoon gaat handhaven in de Eredivisie. Daar ben ik niet eens bang voor. Dat gaan we gewoon doen. Oké, ja, ik hoor het zeggen, Jan. Maar stel dat het team zich toch niet handhaaft in de Eredivisie. Wat gaan we dan doen? Ja, daar wil ik niet aan denken. Dan hebben we natuurlijk wel een plan B klaar liggen. Maar en dat plan B, hoe ziet dat eruit? Nou ja, hoe ziet dat eruit? Ik wil me daar gewoon niet over uitlaten. Ik ga er gewoon keihard van uit dat wij in de Eredivisie blijven. Ik heb er toch wel enige zorgen over. Hey, en ik zie ook wel eens, hè, publiekslieveling. Man uit de regio, Jan Tammega, zat een van de vorige wedstrijden op de bank. Vind je dat een goede keus? Ja, dat is, kijk, je moet het zo zien, die playdowns nogmaals. Wij wisten gewoon dat we moesten spelen einde competitie om handhaving. Hè? Om in ieder geval in die Eredivisie te blijven. Dus dan maakt het, dat klinkt wat raar, maar dan maakt het op zich niet eens zoveel uit met welk team je speelt. Waar je je op moet focussen, dat zijn die playdown wedstrijden. Wat eigenlijk een alles of niets wedstrijd is, hè? Do or die. En dan moet je gewoon zorgen dat je je sterkste team opstelt. Maar dat betekent wel dat die jongens onderling gewoon kunnen concurreren. Dat ze allemaal hun eigen wedstrijden krijgen. En dan laten ze maar zien aan het eind van de rit welke 3 spelers gewoon het sterkst zijn. En die stel je vervolgens op in de playdowns. Dus ik vind het wel een normale ontwikkeling. Okay. En de publieke belangstelling, Jan. Ik heb respect voor jullie keuze. Jullie doen er alles aan op Facebook. Overal lees je dat er weer gespeeld wordt.
Wat vind je nu van de publieke belangstelling? Ja, die valt tegen. Maar daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Met z'n 2,5 jaar geleden stonden we hier ook. En toen stelde jij dezelfde vraag. En nee, wat je zegt, wij doen er alles aan. Wat in ons vermogen ligt. Ja, meer kunnen we niet doen. Ja, en mensen kiezen tegenwoordig gewoon, maken andere keuzes. Dat is nou eenmaal zo. Vroeger had je een gymclub en een sportclub en een voetbalclub en het dorp. En televisie had je in Nederland 1, 2 en 3. En mensen gingen naar het voetballen of naar de gymclub. Maar de wereld is totaal veranderd. Dus als ik naar mijn eigen kinderen kijk, mijn zoon is helemaal gek van gamen. Nou, die gaat echt niet naar een sportwedstrijd. Dus het is gewoon anders. Het is anders. Die goede oude tijd komt gewoon niet weer terug. Hè? Want elke keer de stoelen staan klaar. En ik zie je hebt zelf VIP-plaatsen gereserveerd deze middag. Ja, dat klopt. We krijgen gelukkig wel een hoop jeugd vandaag binnen. Dat heeft allemaal te maken met de NTTB afdeling Noord. Die van alles voor de jeugd heeft georganiseerd. Dus die zorgen nu dat er veel jeugd is vandaag. Wat gewoon hartstikke leuk is. Maar wat jij zegt, die tijd zoals als 30 jaar geleden. Ik zeg nooit. Ik heb de glazen bol niet. Maar met de ontwikkeling en de IT. En dat alles digitaal wordt. En dat je prachtige games thuis kunt spelen. Noem maar op. Ja, is het toch wel anders dan nu. Hey, en de toekomst, hè? We gaan gewoon door. Zeg jij in die Eredivisie, wordt er voor het volgende seizoen nog iets bijgehaald? Of gaan we zo door met toch minimale overwinningen? Of wordt er toch iets gehaald? Nee, als we in de Eredivisie blijven, dan gaat er wel wat gebeuren. Ja, ik weet nog niet in detail wat precies, maar er gaat wel iets gebeuren. Je zegt, hè, als je het hebt over iets gebeuren, dan heb je het ook over sponsoring. Wat gaat onze grote vriend Harry doen? Op het moment is daar, kan ik jou dat nog niet vertellen. Dus dat houden we nog even onder de pet. En wanneer, wanneer daar nieuws is, dan gaan we ons weer netjes bij jullie melden. Maar tot hoe lang loopt dit contract van de Klimaatgroep? Is dat dit jaar aan het einde of gaat het nog een tijdje door? Nou, wij evalueren ieder jaar. Dus het hangt ook even vanaf of wat er gaat gebeuren na de playdowns natuurlijk. Dan kun je een iets andere situatie krijgen. En dan gaan we bij elkaar zitten en dan maken we weer plannen voor het komend seizoen. Maar jij gaat er gewoon vanuit, Jan, de playdowns. We gaan gewoon door en volgend jaar spelen we in de Eredivisie met een sterke speler erbij. En dan gaan we, zoals Anne had geschreven op zijn Facebook-site, gewoon meedoen om het kampioenschap. Dat vind ik een mooie samenvatting. Sluit ik me volledig bij aan. Ik mag het open, Jan. Dankjewel. Jannes, dankjewel. Ik zie een jas en trui, maar geen trainingspak. Wat is hier aan de hand? Ja, klopt. Ja, we zijn een viermansteam. En als je met vier man in een team zit en je de kummer 3 speelt, dan is er altijd één die ernaast staat. Hè? En dat ben ik vandaag. Hoe doen jullie dat? Doen jullie dat per loten of wie het scherpste getraind heeft die week? Wie bepaalt nu wie er niet meespeelt? Ja, de coach en de trainers die bepalen dat. En wat jij zegt, degene die veel getraind heeft. Ik heb vorige week bijvoorbeeld net vakantie gehad. Leek het ons verstandig om mij vandaag ernaast te zetten. Ja, want als ik de verslagen lees, heb je afgelopen week toch alles gewonnen, toch? De laatste wedstrijd vorige week. Ja, nee, de laatste wedstrijd ging perfect. Twee wedstrijden winnen tegen FVT uit in Rotterdam is niet verkeerd. Dus de man die de punten pakt zit nu gewoon op de bank zijn teamgenoten aan te moedigen? Ja, zo is het. Ja. Ja. Hey, wat verwacht je van deze middag dan, Jan? Ik verwacht een leuke, spannende wedstrijd met veel leuke rallies. En ik hoop dat er een hoop publiek komt vandaag. Ja, en wie gaat de punten pakken? Nou ja, dat gaan wij natuurlijk doen. Je kijkt er heel benedelijk bij. Ja, nee, je weet het niet. Het is heel spannend. De teams liggen heel dicht bij elkaar. En dat kan linksom of rechtsom. Maar het zal een mooie wedstrijd worden, denk ik. En wat verwacht je van de playdowns? Nou ja, ik verwacht daar veel van. We hebben veel getraind de afgelopen periode. En het is natuurlijk afwachten. Het zijn een paar wedstrijden waar het om gaat. En wie dan de vorm heeft, die zal erin blijven. En wie niet, die heeft een grote kans op degradatie. Nou, Jan Boerma zei net al, we blijven er gewoon in. Dus daar gaan we maar vanuit. We blijven er gewoon in. Ben jij gewoon volgend jaar, 40 plus. Maar ben jij er volgend jaar nog gewoon weer bij, Jan? Ik ben nog steeds fit, dus mocht de club willen dat ik volgend seizoen het eerste speel, dan ben ik er. Je bent er gewoon volgend jaar. Dankjewel, Jan. Oké. Okay. Thank you.
Thank you.